Max, een mooi moment zojuist voor Obi. Hij heeft zijn contract verlengd bij de club, bij AZ. Hoe stemt dat je? Nou, tot tevredenheid. Omdat we hebben gezien dat Obi het begin van het jaar natuurlijk de plek heeft veroverd onder de lat. Dat goed heeft gedaan. Van de zomer zou hij uit zijn contract lopen. En daar wilden wij niet op wachten. Dus hebben we hem nu vroegtijdig hebben we hem verlengd. De club wilde graag door, ik wilde graag door. En ja, dan kom je er snel uit. En uiteindelijk is het heel druk. Dus dan is het altijd even lastig om dat te doen. Maar ik denk dat we er goed uitgekomen zijn met elkaar. En mooi dat we nu de samenwerking hebben kunnen verlengen. Ja, was het voor jou al heel snel duidelijk dat je gelijk wilde verlengen met hem? Uiteindelijk, als je het heel eerlijk bekijkt, niet. Hè? Want hij gaat natuurlijk zijn eerste seizoen echt volledig keeper in de Eredivisie. Dus je moet dat ook gaan aanzien. En je moet hem ook gaan volgen hoe die dat gaat doen. Maar uiteindelijk richting de winterstop, na 26 officiële wedstrijden. Ja, zijn we wel tot de conclusie gekomen dat hij dat verdient. Ja, daar werk je natuurlijk hard voor. En dan is het mooi dat je uiteindelijk die kans krijgt. En dat het 26 wedstrijden hebt gespeeld. En kan laten zien wat je kan op dit niveau en bij deze club. Ja, dat is alleen maar mooi. Kijk, in zijn vorige rol als tweede keeper is hij natuurlijk binnengekomen bij AZ. Toen heeft hij echt toen al wel heel duidelijk uitgesproken dat dit zijn club is. En natuurlijk zou hij de concurrentie aangaan met degene die op dat moment de nummer 1 is. Maar hij heeft eigenlijk altijd wel bij mij te kennen gegeven dat hij zijn toekomst wel bij AZ ziet. Hè, in welke rol dan ook. Nu is het de rol eerste keeper. Hè, omdat hij op dit moment de strijd had gewonnen van Peter Vindal. Nou, dat is voor hem geweldig. Hè. Het is nu ook aan hem om dat verder te continueren. En om te laten zien dat hij de nummer 1 moet blijven. Ja, want Obi verlengt dus. We weten inmiddels dat Pieter naar Duitsland onderweg is. Wat voor implicaties heeft dat allemaal voor het keepersgedeelte van het eerste elftal? Nou ja, dat op dit moment de situatie zo is zoals die was. Er is een keeper weg, dat wel. Dat was een tweede keeper. We gaan kijken of er eventueel iemand door wordt geschoven naar de opleiding. Of dat er misschien nog iemand bij gaat komen. Dat is iets wat we aan het bekijken zijn uiteraard. Nou, we hebben natuurlijk Sam erachter, Sam Westerveld, we hebben Rome Jade en Owusu Oduro. Dat zijn ook twee jongens, we hebben de cijfers laatst gezien, en die hebben het hoogste reddingspercentage in de keukenkampioendivisie. Hoe fijn is het dat je twee keepers achter Hobie hebt staan die jong zijn, talentvol en uit de eigen opleiding komen? Kijk, dat is goed dat je dat opnoemt, hè, want ook dat zien wij natuurlijk. Wij zijn ook een club die natuurlijk daarvan moet hebben, hè, talent opleiden. Maar ja, talent opleiden niet voor andere clubs, hè. Talent opleiden uiteindelijk ook voor je eigen clubs. Het is mooi om te zien dat er een eerste keeper staat die vanuit de opleiding komt. Maar ook weer heel mooi om te zien dat daar, zoals jij net ook zegt, twee talentvolle jongens achter zitten op dit moment. En als je nou één redding eruit moet pakken, dat je zegt, nou, die redding, die vergeet ik niet snel meer. Ik denk in Liechtenstein uit en op 2-1 en de voorzet kwam en ik kom in de langhoek en die tik ik eruit. Dus ik denk dat dat zeker een lekkere redding was.